Het is vandaag zondag en ik ga zo meteen even heen rijden. Ik ga springen vandaag. De andere paardjes zijn er al even lekker in de molen geweest. Die gaan we er zo meteen ook nog even uithalen, maar ik ga eerst even heen rijden. Nou, ik heb dus sinds kort van Bukas het Recoptex dekje. En het is eigenlijk een dressuurdekje, maar het is multifunctioneel. Ik gebruik wel vaker dressuurdekjes onder mijn springzadel, maar ik ga het even laten zien. Hij past dus eigenlijk gewoon wel prima onder mijn springzadel. Hij ligt gewoon netjes en ja, hij ligt gewoon goed. Nou, ik heb super fijn gesprongen. Ik weet niet of mijn moeder het heeft gefilmd, want ik heb het niet zien filmen, maar misschien heeft ze het toch stiekem wel gefilmd. Ik heb super fijn gesprongen, het ging heel lekker. Vooral mijn laatste rondje was goed, had ik eigenlijk overal wel mijn afstand. Ik ga dus even mijn spullen opruimen nu. En dan ga ik even de andere paardjes eruit halen. Kim vindt het gek om met de GoPro over het erf te lopen. Dus die staat te giebelen en te giechelen alsof ze vier is. Nee. En ze is bang dat iemand ziet dat ze met een GoPro op de hoofd loopt. Kijk, hij gaat nu toch op. Oh, ik film nog niet. Maar ik wel. Filmt hij nu? Hoe zie ik dat? Er zit een rood lampje. Ergens. Nee, ik zie geen rood lampje. Kijk, al die mensen hier op het erf die Kim uit staan te lachen. Wacht. Er lopen wel mensen. Nou, en? Oké. Nu zit je hoofd op kruishoogte. Hallo. Hi Blondie. Hi Roan. Nou, zoals we allemaal al weten ondertussen, is Rebecca even een paar dagjes weg met Altwin. Tessa is op kamp. En hier is Verona. Hoi dan. En die gaan we even lekker een poosje in de molen zetten. Zo, hey mee. Ja, nog even stiekem mooi pikken. Asociaal paard. Zo, Verona loopt braaf de molen in. Deurtje dicht. En dan gaat ze weer. Blondie. Hoi meisje. Hallo. Ga je ook even mee in de molen een stukje? Hè? Even lekker een stukje wandelen. Ja? Hey mee? Goed zo. Braaf hoor. Blondie staat heel braaf te wachten tot ze erin mag. Ja, een stukje opzij. En daar gaat Blondie. Het is vandaag woensdag en we zitten in de auto. We zijn onderweg naar het EK paardensport en dat is in Rotterdam bij het Kralingse Bos. En daar gaan we zo in. We gaan op het podium een YouTube quiz doen. En ja, dat is denk ik wel grappig. Leuk. Kleston, ik zie dat er nog meer kinderen zijn gekomen voor, ik denk dat we dan ronde 2 wel kunnen doen. Ja, misschien willen ze nog wel meedoen. Willen jullie meedoen met onze quiz? Nou, kom maar bij de rest. Nou, we zijn dus nu weer op de terugweg vanaf het EK. We hebben super coole kaartjes gekregen. Oh, ik weet niet of je die barcode kan laten zien, maar het is per ongeluk in beeld gekomen. Maar we hebben dus de quiz gedaan van YouTube. Er zijn 2 keer kaarten gewonnen. En het was een hele leuke quiz, toch Rebecca? Ja, het was heel erg leuk. Ik vond vooral het podium heel gaaf, want het rijden van het podium. Ja, vond ik ook.
We zijn nu dus weer onderweg terug naar huis. Ja, we gaan morgen weer. En Rebecca, mijn moeder en Tessa gaan zaterdag nog een keer. En ik ga niet zaterdag, want ik ben op kamp zaterdag. Maar goed, dat is ook leuk. Het podium, jongens, is dus gewoon echt hier midden op het water. Rebecca zei al, het is een drijvend podium. Nou, hoe drijvend wil je het hebben? Het ligt gewoon echt midden op het water. Ik ga de dames even op het podium filmen. Wat denk je? Het is echt een rotgrapje. Kijk, hier is de backstage. Hallo dames. Vanaf vandaag hebben we een nieuwe microfoon. En het is een pluizenbol in mijn nek. Maar het kan beter als een snor. En op de achtergrond horen we Rebecca hysterisch lachen. Hysterisch ook? Ja. Oké. Okay. Dus een kast. Kijk, we hebben de Rode To Go. Nee, die is niet gesponsord. Dat heb ik gewoon zelf gekocht en zelf betaald. En nu kunnen we dus... Een kastje in je nek. En hier een kastje. En dan hebben we nog een kastje aan de camera. Je kan hem toch beter hier doen of zo dan? Nee joh, dan praat je toch niet in de microfoon. Als je zo zegt. Ja. Over. 007. Over. Het is toch niet gek? Net zo. Breekie. Maar goed. We hebben dus een nieuwe microfoon, maar daar ging het niet om. Wat dan? Het is de laatste dag van de week. Oh, nou ja, de ene laatste dag. Het is vrijdag. Morgen begint de nieuwe weekvlog. Oh, ja, oké. Okay. Volgende week is dan een nieuwe weekvlog, niet deze week. Dus dat. Maar het is dus vrijdag. Laatste dag ook zonder Tessa. Morgen verdwijnt Kim uit beeld. En nu heb jij geen geluid meer. Nee, kom maar even terug. Ja, kom maar weer even terug. Want wat ga je doen morgen, Kim? Ja, wat ga ik doen morgen? Ja, dat weet ik niet. Ons verlaten, denk ik, of niet? Ja. Ga je doen? Ik ga op kamp. Jee, ga je filmen op kamp? Nee. Nee? Ga je zonder je spullen op kamp? Zonder mijn spullen? Technologie. Horloges, iPhone, ook niet. Nee. Wat ga je dan doen? Op kamp. Met al je spullen? Ja. Kun je toch eens goed thuis blijven? Nee. Nou, oké. Okay. Nee, zegt Fabienne. Die staat hier achter met een paard. Ik weet niet welk paard, maar met een paard. Het paard van de moeder, die heet Jerry, van zijn vader Jerling of zo. Jerdinand. Het is echt, we zullen even, misschien moet je even naast vader staan. Nu moeten we allemaal een beetje bij Kim blijven, want Kim heeft de microfoon. Dus dit is Jerdinand. Oh. Die wil ook even in de microfoon praten. En vader en Kim gaan morgen dus op kamp, dus dan zijn we ze een week kwijt. Ja. En dan komen ze ook weer terug, hopelijk. Misschien. Nou ja, we hebben nu in ieder geval springles. Ik ga met Vro springen, jij gaat met Blondie springen. Dus dat wordt heel spannend. En wat ga jij doen, Va? Ik ga rijden. Op wie ga jij rijden? Energy en op Spirit. Op Energy en Spirit? Spirit. En Mike dan? Ja, Mike doe ik vandaag. Ah, natuurlijk. Precies. Dus zij rijdt de 4 vandaag, zij rijdt de 2 vandaag en ik 1. 2. En jij toch? Ik zeg echt serieus, net in de auto dat ik niet ga rijden. Oh ja, nee. Ze heeft haar hoefijzers eraf, dat was ik alweer vergeten. Maar normaal zijn er 2 rijden, dus vandaag rij je er maar 1. Je ziet lekker paard. Oeh, lekker hè. Ja. Wat moet je nou? Kom, Wilde. Maar goed, ik ga zadelen, want hij anders wil geen touche, kijk. Hey, ik heb allemaal spullen gehaald en nu moet ik opzadelen, maar ik moet opschieten, want het is al 15:15 en eigenlijk wil ik er 20 minuten van tevoren wel op zitten. Dus poetsen. En zaterdag. Zo beter. Nog meer. Waar zit het dan? Daar. Dat is een gek plekje. Ja. Ze is altijd goed in het aangeven waar ze jeuk heeft. Zo.
Nou, neusriemcheck. Meestal doe ik dat niet, omdat die bij mij toch altijd los zit. Maar ik begreep van Christine dat er niet zo, maar dat je zo moet meten. Ik weet niet of dat klopt hoor. Dat je twee vingers op elkaar moet kunnen doen zo, zei Christine. Ik heb daar een hard hoofd in dat dat zo gemeten moet worden. Dat is een beetje gek. Maar ja, is in ieder geval ruimte tussen. Oké, en jij is weer op bezoek. Dan zien we nog maar een gaatje. Zo, volgens mij is het wel goed. Oké, die heb ik. Nou, dan ga ik jullie meenemen naar de andere kant. Zo, dat is nieuw. Zo kan ik er niet langs, Kim. Kim die wil graag een foto maken, want die vindt het hilarisch natuurlijk. Is het ook wel een beetje. Want ik neem jullie namelijk op de standaard gewoon zo pontificaal mee. Dan gaat ze een foto maken. Maar ja, ik moet ook mijn paard meenemen. En ik moet hem zo weer neerzetten, dus ik heb geen zin om hem helemaal in te klappen. Wat gaat ze nou allemaal doen? Oh, kan ik al weg? Oké. Okay. Heb je een foto gemaakt? Zo. Oh. Zo, dan gaan we. En dan zet ik jullie langs de kant, want Kim kan niet filmen, want die gaat blondie doen. Dus die moet gepoetst worden en opgezadeld. En ik ga rijden, dus dat ga ik niet. Steef moet gewoon lesgeven, dus dat ga ik niet. Dus ik zet jullie gewoon langs de kant, want dan zien we wel hoeveel er opgenomen wordt. Zo, we hebben lekker gereden en ging goed. Dus de eerste een keer niet. En dat heb ik eigenlijk altijd. Omdat ik dan, niet altijd, maar nu stond er een andere sprong bij en dan weet ik weer niet waar ik moet zijn en dan gaat het mis. Dus ja, dat was even wennen. Nou ja, wennen. En het stond ook te hoog voor me, maar dat vind ik niet fijn. Nu afspoelen. En dan gaan we even Kim filmen die met Blondie aan de slag gaat. Vrouwtje is gedoucht en ik ga er op stal zitten en dan ga ik eventjes bij Kim kijken. Lekker de paard. Ja. Heb je last? Zo. Ja, de beest moet vermoorden. Ik weet niet welke, maar vermoord hem maar. Zo. Wacht hoor, dus ik kan omlaag. Oh, zo maar even. Zo. Dat is een beetje raar, omdat... van boven dan maar. De standaard is net te lang en ik moet hem eigenlijk inklappen, maar dat gaat nu even niet. Dus dan doen we het even niet. Ik geef Vrouw zo wel hooi hoor. Ik moet nog bijvullen. Kom maar paard. En je hebt nog een beetje, ja.